Kei, kei en nog eens kei. In Oentjerk wordt toensje de Friese veekeuring houden. Het is de santjende editie van het evenement. Dat verskate kei en kjeltjes kaart worden. Er binnen dit jaar meer deelnemers als eer. En dat is opvallend, vindt voorzitter Willem Doortinga. Met alle perikelen over stikstof en fosfaat. Ja. Ja, we zijn toch wel een beetje in een douwstemming. Maar ja, het is geen krek of we er tegen ingaan en dan zeggen van jongens, we zien je even vertieren op een andere manier. Dan is geen, dit hier toch 8 nieuwe inzenders die nog net jetter met vijen west binnen. In totaal doen er zo'n 100 kei en 64 kjeltjes mee in verskate rubrieken. Gewoon winnen krijgen een beker. En oren geven met prijzenjeld naar huis. Maar dat is net het wichtigste. Het is vooral de eer van de boeren de koos om hun kei te showen naar een oor. Het is heel mooi om op thuis op het bedromen vakkerij te wijzen. Maar het is nog mooier om ik centelet naar een oor van wat je eindproduct is, om zo te zeggen. Ja, een mooie ko die spreek je in ieder geval aan in bouw en type, hè? Dus een malko, want daar hebben we hem voor. Ja. Maar daarnaast moet het functioneel wijzen en functioneel houdt in dat er aardwerk kan binnen het bedrijf. Dus heb je hele goede voeten eronder hebt, wat er makkelijk op gaan kan en een jaar hebt wat romp op de grond bloot en makkelijk te melken is. Wie aardig wat belangstelling voor de veekeuring. Het evenement wordt met zin in de jestvakantie houden, zodat Ben er echt van mooi genieten ze kennen. Voor Doortinga kan het evenement in elk geval net meer stikken. Het gaat je super best. We hebben een soort publiek en een beste kei in de ring. Dus wat willen we nog meer? Wij zijn happy.